Universiteit van Nederland. We hebben een kunstbaarmoeder ontwikkeld om te vroeggeboren baby's te redden. Want van deze te vroeggeboren baby's overleeft een groot deel niet. En degenen die wel overleven, hebben op latere leeftijd grotere kans op handicaps. Een kunstbaarmoeder. Een apparaat, maar wel een die zo dicht mogelijk bij de werking komt van een echte baarmoeder. Wat ik heel mooi vind is om met innovatie, met technologie de zorg te verbeteren. En zeker bij deze extreem vroeggeboren kindjes om hen een betere start te geven voor de rest van hun leven. In Amerika wordt er op dit moment één ontwikkeld. In Australië. En technisch geneeskundige Mirthe van der Ven werkt samen met haar collega's van de TU Eindhoven ook in Europa aan deze ambitieuze oplossing. Als je kijkt wereldwijd, dan zijn er 1 miljoen kinderen die te vroeg geboren worden. De zwangerschap duurt normaal gesproken 40 weken. En te vroeg geboren is voor 37 weken. Maar we hebben het hier echt over extreem vroeg geboren kindjes. En dat is na 24 weken zwangerschap. Deze kindjes zijn pas eigenlijk net over de helft van de hele zwangerschapsduur. Dus de kindjes zijn echt nog heel, heel erg klein. Ze zijn ongeveer net zo groot als je hand. En we weten dat bij 24 weken dat ongeveer 40% van die kindjes overlijdt bij de geboorte. En dat van degenen die dus overleven, dat ongeveer twee derde wel op langere termijn handicaps houdt. Je denkt aan doofheid en blindheid, maar ook hersenbloedingen, waardoor ook motorisch dat de achterstand op wordt gelopen. Maar ook mentale problemen worden veel gezien, ontwikkelingsachterstanden. Het probleem is dat deze kindjes eigenlijk nog niet af genoeg zijn voor de buitenwereld. Hun huid, darmen, maar vooral de longen zijn nog niet klaar. De longen kun je eigenlijk een beetje zien als een boom. Dus als een boom met takken en dan op het einde komen er blaadjes aan. En die blaadjes zijn er absoluut nog niet. Dus het zijn echt nog de takken die alleen nog maar ontwikkeld zijn. En toch moeten deze kindjes, als ze geboren worden, noodgedwongen beginnen met ademen om te overleven. En omdat deze kindjes dus heel veel moeite hebben om ook zelf te kunnen ademen, is het ook vaak dat er een beademing nodig is voor deze kindjes. Maar dit is eigenlijk ook heel schadelijk, want het is allemaal met druk. Dus je maakt ook de longen misschien nog wel wat meer kapot. Je hebt ook nog kans op bloedingen in de hersenen hierdoor, door de beademing bij het kindje. Op dit moment proberen we deze kindjes zo goed mogelijk te helpen in de couveuse. Maar de vele slangetjes, zoals zondes en katheters, vergroten de kans op levensbedreigende infecties. Ook het afweersysteem van zo'n kindje is nog niet ontwikkeld. Het is heel kwetsbaar. En omdat je al allerlei handelingen doet aan het kindje, zoals met beademing en zondevoeding, is het heel goed mogelijk dat het kindje ook een infectie of een ontsteking krijgt tijdens deze behandeling. En dat is heel gevaarlijk. Hoe goed we ons best ook doen, de enige echte veilige plek voor deze kleine baby's is op dat moment de baarmoeder. Elke extra dag daarbinnen is pure winst. Als we deze kindjes 4 weken verder kunnen brengen, van 24 weken naar 28 weken, dan hebben ze een betere start voor de rest van hun leven. Want we weten bij de termijn van 28 weken dat sowieso de kans op overleving is veel groter, dus boven de 90%. Maar ook lange termijn effecten zijn een stuk minder bij deze termijn. Omdat het niet altijd mogelijk is om een natuurlijke zwangerschap te rekken, wil Mirthe graag de kunstbaarmoeder ontwikkelen. De kern van het idee is simpel. Het kindje blijft onder water. Dat klinkt misschien gek, maar zo hoeven die piepkleine longetjes van deze baby's nog even niet aan het werk. Net als in de baarmoeder krijgen ze zuurstof via de navelstreng, rechtstreeks van de placenta. Ja, dus het kindje zit normaal in de baarmoeder, zit in vruchtwater. En dat hebben we dus ook nodig bij onze kunstbaarmoeder. En daarvoor is er kunstvruchtwater ontwikkeld. Dus dat hebben wij niet zelf gedaan, maar dat kunnen wij gewoon kopen. Nou, dat is lekker simpel. Zoals de kunstbaarmoeder er nu uitziet, lijkt het op een soort aquarium met allerlei slangetjes gevuld met dat vruchtwater. De wetenschappers hoeven het alleen maar te verversen. Het kindje, normaal gesproken in de baarmoeder, drinkt het vruchtwater op en plast het weer uit. Ja, het klinkt een beetje vies, maar het wordt telkens verversd in de baarmoeder zelf. Dus dat moeten wij ook doen in de kunstbaarmoeder. Dus dat we ervoor moeten zorgen dat het kunstvruchtwater ook schoon blijft. Het kunstvruchtwater beschermt bovendien tegen stoten en zorgt voor een aangename temperatuur. Lekker comfortabel. En in dat water ligt een grote siliconen zak met daarin een kleinere dunne zak. En daarin zit de baby. En deze kun je een beetje vergelijken met de vruchtwaterzak. En deze zak kan dus ook meegroeien, want het kindje groeit natuurlijk in de tijd dat het in de kunstbaarmoeder zit. Dus je kijkt van 24 weken naar 28 weken, verdubbelt het ongeveer in gewicht. En de buitenste zak is een wat dikkere siliconenzak en die kun je dan meer vergelijken met de baarmoederwand zelf. Dus wat steviger, waardoor het kindje ook wat weerstand ervaart. En dat is belangrijk juist voor spieren en botten om zich te ontwikkelen.
Want anders, als je dat niet hebt, dan heb je, ja, wordt het kindje wat slap. En je hebt juist die ontwikkeling van spier en botten nodig. Een laatste belangrijk onderdeel is de placenta. De placenta bij de moeder zorgt normaal gesproken voor het zuurstof en andere voedingsstoffen voor het kindje. Dus deze hebben we ook ontwikkeld, waar het bloed van het kindje doorstroomt. Zodat het zuurstof kan krijgen en voedingsstoffen. En waarin we ook afvalstoffen kunnen afvoeren. Dus, wat hebben we? Kunstvruchtwater, een kunstvruchtenzak, een kunstbaarmoederwand en zelfs een kunstplacenta. Inmiddels hebben ze dit in samenwerking met een team wetenschappers uit Aken samengebracht tot een eerste werkend prototype. Het is er nog echt een vierkante bak met water, waarin we al wel heel veel dingen kunnen testen. Maar dat is absoluut nog niet het prototype wat we kunnen gaan gebruiken om echt met baby's te gaan werken. Sowieso werkt Mirte er met het team hard aan om de kunstbaarmoeder een fijnere, meer menselijke uitstraling te geven. Daar komen we straks nog op terug. Eerst gaan we naar Medsim. Dit is een plek waar je bevallingen kan oefenen. We staan hier bij Victoria. Victoria is een bevalrobot. Want met alleen het nabouwen van een baarmoeder ben je er nog niet. Hier worden dus hele verloskundige teams getraind. Dus gynaecologen, verloskundigen, verpleegkundigen. Om dus de bevalling te oefenen. En wat daar met name mis bij kan gaan. Wij kunnen dezezelfde pop ook gebruiken om te kijken van hoe kunnen wij onze procedure zo aanpassen dat we hem ook voor de kunstbaarmoeder kunnen gebruiken. De bevalling zelf brengt ook een grote uitdaging met zich mee. De baby mag niet in aanraking komen met de buitenlucht. Dus we zien nu hier het hoofdje van het kindje tevoorschijn komen. Dan komen we nu op het punt wat het meest voor onze uitdaging zal geven. Bij een normale bevalling dan komt het kindje uit de moeder. En dan heeft het eigenlijk een soort oerinstinct om meteen te gaan ademhalen. En al die processen worden in gang gezet. Dan worden die piepkleine longetjes ineens aan het werk gezet. Terwijl ze daar helemaal nog niet klaar voor zijn. En dat is onomkeerbaar, dus we kunnen dat niet meer terugdraaien. En dat betekent ook dat we het kindje niet meer in een kunstbaarmoeder zouden kunnen plaatsen als het kindje eenmaal die ademhalingsreflex heeft gehad. Net als dat wij ook niet meer heel lang onder water kunnen zijn. Je gaat letterlijk naar lucht happen, omdat je dan geen adem meer kunt halen. Eigenlijk mag de baby zelf niet merken dat hij geboren wordt. Daarom onderzoeken ze in Eindhoven ook hoe die bevalling eruit moet komen te zien. En in eerste instantie gaan we daarbij uit van een keizersnede en niet van een vaginale bevalling. Omdat we dat ook makkelijk kunnen plannen en controleren. Wat we eigenlijk hebben gemaakt is een sluis die gevuld is met kunstvruchtwater. En door die sluis kunnen we het kindje uit de baarmoeder halen en komt het terecht in een tijdelijke zak. Dan is het noodzakelijk dat we zo snel mogelijk dat we die navelstreng weer vastmaken aan de kunstplacenta. Want het kindje is dus los van de placenta van de moeder. En dat is waardoor het kindje zuurstof krijgt. Dus we hebben maar een korte tijdsperiode, ongeveer 2 minuten denken we, waarin we moeten zorgen dat die kunstplacenta aangesloten is en het kindje weer zuurstof krijgt en de andere voedingsstoffen die nodig zijn. Ja, en we kunnen ook al oefenen op echte navelstrengen. Want bij iedere bevalling is een placenta en een navelstreng aanwezig. En die is restmateriaal, dus wordt verder niet gebruikt. Dus als we daar toestemming voor vragen, dan kunnen we die ook uit het ziekenhuis krijgen. Om te oefenen en te kijken van hoe ziet zo'n navelstreng er nou uit. En hoe kunnen we die op de beste manier aanprikken. Hoe blijft het op de beste manier vastzitten. Zodat we dat zoveel, tot een treuren eigenlijk kunnen oefenen en uit kunnen zoeken. Voordat we de kunstbaarmoeder echt kunnen gebruiken, moet Mirte alles goed testen. Dat doe je alleen niet zomaar met echte baby's. Daarom worden de baby's ook nagebouwd. Dat doet haar collega Juliette van Haren een paar deuren verder. Op de afdeling Industrial Design. Hi Juliette. Hi Mirte. Hi. Zij bouwt robotbaby's die er levensecht uitzien. Ik heb hier een robotbaby van 24 weken zwangerschap. En die zijn ongeveer 30 centimeter lang. Dus dan moet je echt denken aan een A4 papiertje. Qua gewicht is die ook redelijk zoals een 24 weken oude baby na de zwangerschap. Dat is ongeveer 600 gram. Zo'n simulatie die werkt vooral heel erg goed als het ook heel realistisch is. Zodat ook de personen die de simulatie uitvoeren ook echt het gevoel hebben van we werken met een echte patiënt. Daarom hebben wij deze bijvoorbeeld gemaakt van siliconen, zodat ook de huid meer aanvoelt zoals een echte baby. En zodat het ook de flexibiliteit heeft van een echte baby. Deze kunstbaby ziet er realistisch uit, maar van binnen is het toch echt wel een robot. Die techniek zorgt er ook voor dat hij zich kan gedragen als een echte baby. Van binnen hebben we eigenlijk allerlei sensoren en motoren aangebracht. De robotbaby die kan bewegen zoals een echte foetus. Die kan ademhalen. We kunnen bijvoorbeeld ook de ribbenkast laten bewegen.
We willen dus eigenlijk ook heel graag nabootsen als er iets niet goed gaat juist met het kind. Dus daarom is het ook belangrijk dat we symptomen kunnen nabootsen en verschillende variaties van ziekte kunnen laten vertonen in zo'n robotbaby. Bijvoorbeeld wat je hiermee kan meten, en dat hebben we ook ingebouwd in de mond, is een sensor om te kijken of er zuurstof toch per ongeluk de longen in is gekomen. Want dit willen we dus juist voorkomen. We kunnen blauwverkleuring ook van de huid laten gebeuren. Want als een kind te weinig zuurstof heeft in het bloed, dan kan de huid van het gezicht dus blauw gaan verkleuren. En dat is voor artsen een goede indicator van er is iets mis met het kind of er moet iets worden aangepast. Met die robotbaby kunnen Myrthe en Juliette precies in de gaten houden hoe baby's reageren tijdens een bevalling met een sluis, tijdens het prikken van de navelstreng en ook of het goed met ze gaat in de kunstbaarmoeder zelf. Bijvoorbeeld of ze genoeg zuurstof krijgen. Technisch gezien is de kunstbaarmoeder al behoorlijk compleet. Nu richten Myrthe en Juliette zich erop om het ontwerp wat vriendelijker te maken. Want eerlijk is eerlijk, je babytje in een aquarium vol slangetjes zien liggen kan best heftig zijn. En wat we daarbij ook niet moeten vergeten is dat na de geboorte de hechting tussen het kind en de ouders heel belangrijk is. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen, wij hebben een systeem waarbij het kindje, we kunnen het niet aanraken, je kunt het misschien wel zien. Dus we zijn wel aan het nadenken van hoe kunnen we dan wel die hechting mogelijk maken. Want het is wel heel belangrijk ook voor de acceptatie van ouders en ook zorgpersoneel. Juliette werkt aan een paar mooie ideeën om die hechting te versterken. Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een prototype dat meer lijkt op een wiegje. En we hebben ook een ander prototype die bijvoorbeeld over het bed van de moeder kan worden geschoven. Als die nog in bed ligt, dan kan het kindje toch al dichter bij de moeder blijven. Naast die emotionele band is eigenlijk ook het krijgen van prikkels heel erg belangrijk voor de hersenontwikkeling van die baby. En deze heeft ook een beeldscherm. Je kan je wel voorstellen dat je bijvoorbeeld hier camerabeelden van het kind zou kunnen zien. Dus dat is dan voor de ouder. Maar dat je bijvoorbeeld ook een beweging kan starten. Of dat je het kind iets kan laten horen van jezelf. Er is ook een speciale baarmoedertelefoon ontworpen. Voor de kunstmatige vruchtwaterzak. En die kan je daarop bevestigen. En daarmee kan je dus eigenlijk kan de ouder iets horen van het kindje en het kindje juist ook weer iets horen van de ouder. En als dit straks allemaal lukt, dan zijn er uiteraard nog belangrijke ethische vraagstukken om over na te denken. Want hoe ver kunnen we met deze technologie gaan? Kunnen baby's van slechts enkele weken oud al in een kunstbaarmoeder overleven? Wordt de zwangerschap straks bijvoorbeeld helemaal overbodig? Dat is niet zo volgens Myrthe. We hebben nu dus de kunstbaarmoeder en de kunstplacenta ontwikkeld. Maar je hebt nog steeds het hartje van het kindje nodig om het bloed rond te pompen en door de kunstplacenta heen te pompen. Dus het kindje moet ook wel al sterk genoeg zijn en groot genoeg zijn om dat voor elkaar te krijgen. Een kindje van 24 weken, dat lukt. Maar als je naar jongere kindjes gaat in de zwangerschap, dan wordt dat niet mogelijk met deze technologie. Extreem vroeggeboren baby's, die kunnen we dus redden. Maar een zwangerschap wordt niet overbodig. Dank jullie wel, Myrthe en Juliette, voor jullie bijzondere werk. En jij, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende!